Hoi, welkom bij deze digitale tour door mijn school, Visser het Hoofdlyceum. Ik heet Bas Pijnappel, ik ben tienderde van de brugklas en we gaan even een kijkje nemen. Ga je mee? We staan hier bij de maquette van de school. Het geeft je een beetje een beeld hoe de school eruit ziet. Die maquette die staat bij de ingang, dat is hier. En wat wij zo meteen gaan doen, we gaan een kleine tour maken. We beginnen hier. Ik ga jullie de gymzaal laten zien. En daarna gaan we door deze gang. Die kant. Zo. En hier weer terug. En dan hebben jullie een heel groot deel van de school gezien. We gaan niet alle gangen door, maar op in elke vleugel doen we één gang. Ja, daar gaan we. Meteen bij de hoofdingang zie je een van de dingen die wel bijzonder is aan onze school. Je ziet een aantal vlaggen hangen. En die vlaggen die staan eigenlijk voor de talen die wij hier op school aanbieden. Je hebt natuurlijk Engels, maar we hebben ook Spaans en Duits. En je kan zelfs bij ons Chinees kiezen. En de Franse vlag, want dat hebben we ook. Als je de school binnenkomt, dan kom je hier binnen. Zie je Barry, dat is de conciërge. En dit is de kantine, de plek waar je kunt pauzeren. En daar zijn de automaten. En daar links de gang met de kluisjes. Dus je hoeft niet al je boeken de hele dag mee te slepen, maar je kan ze ook in de kluisjes opbergen. Hier. Nou, ik ben er door de hoofdingang binnengekomen, maar als jullie hier op school zitten, dan kom je door een van de zijingangen, daarachter. En dan kun je je fiets daar neerzetten, dan kun je je spulletjes in je kluisje opbergen, de boeken eruit halen die je nodig hebt. En dan ga je naar je eerste les toe. En meestal is dat de trap op. Ze gaan nu naar de tweede verdieping toe. We staan nu in het grote trappenhuis. We hebben hier drie verdiepingen op school. Dat is verdieping 1. En ik sta nu op verdieping 2. En hierboven is nog een verdieping. Verdieping 3. En daar zitten ook drie gangen. Dit is een gang. Zijn ze nu even aan het schoonmaken. En aan de linkerkant, daar zitten de lokalen. En aan de rechterkant is de binnentuin van de school. Waar je zomers lekker buiten kunt zitten. Als ik een stukje naar achter loop, dan heb ik hier het gedeelte naar het oude, de gang naar het oude gedeelte van de school. Daar gaan we zo meteen een kijkje nemen. En daarachter, daar zitten de gymzalen. Die zijn een beetje hier aangebouwd. En dat zijn er ook drie. En we staan hier nu bij de ingang van gymzaal 2. En daar gaan we nu even een kijkje nemen. Dit is gymzaal 2. Je ziet hier. Grote blauwe vloer met allemaal verschillende kleuren lijnen, dat we veel verschillende sporten kunnen doen. De basketbalringen die hangen er altijd, maar we kunnen ook een volleybalnet opzetten of een badmintonnet. De grote matten, de kasten, de kleine matten, de bok. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben het hier. Nu staan de tafeltjes er. Ja, dan kan je natuurlijk niet lekker gymmen. Dat is omdat er een examen is geweest en in tijd van examens Dan gymmen wij buiten op het multicourt of op een van de sportvelden hier vlakbij de school. En dat ga ik jullie zo meteen even laten zien. Nou, we staan nu in het kunstlokaal. Kunst aan de muur. Maar ook hier aan de zijkanten staan de ezels waar de schilderijen op gemaakt worden en ook tentoongesteld kunnen worden. Ze zijn nu opgeruimd. Hier zie je een grote raampartij met daarachter het multicourt waar we met mooi weer lekker buiten kunnen sporten. We staan hier bij het theater, wat ik wel de leukste plek van de school vind. Gaan we nu niet naar binnen, er is een apart filmpje over het theater. Dus als je interesse hebt, kijk dat filmpje over het theater en het vak drama. En als we hier een stukje doorlopen, dan komen we bij het oude gedeelte van de school. Dit gedeelte van de school is bijna 100 jaar oud. Dat kun je ook al zien aan de tegeltjes. We lopen er even snel doorheen. En dan gaan we naar de volgende stop in onze tour door de school. En we zijn nu gekomen bij de oude hoofdingang van de school. Op de eerste verdieping, heel mooi glas in lood. En we gaan nu deze houten trap op naar de mediatheek.
de mediatheek en de studiezolder. We hebben een paar ruimtes waar je kunt studeren. En hier een computerruimte als je een keer een werkstuk moet maken. Dan kun je hier goed achter een computer werken. Ook samenwerken natuurlijk. En we lopen door naar de mediatheek. Als je een keer een boekje nodig hebt voor het vak Engels of voor Frans, dan kun je hier een boekje lenen. Of je kunt hier achter heerlijk ongestoord werken als je moet leren voor een toets of zo. En daarachter zie je nog een computerlokaal. Hier hebben we nog een paar lokalen. Aardrijkskunde. En nu zijn we in het gedeelte gekomen waar de beta-vakken zitten, de technische vakken wiskunde. Ook weer lokalen aan de zijkant. En we zijn nu bijna half rond. Dus je ziet wel hoe groot de school is. Ik ben in een enorme overtreding, want ik ga nu tegen het verkeer in. Okay. Nou, toch even een lokaal in kijken. Nou, welk vak zou dit zijn? Biologie, hè? Nou, je ziet posters aan de muren. En we hebben hier ook wel eens een praktijkles. Dus daarom zijn hier ook gasbranders. Dit zijn niet de gasbranders, dit zijn de kraantjes. Maar daar kun je een gasbrander op aansluiten. Dat zie je bijvoorbeeld hier. En dan kun je iets verwarmen. Moet je dan aansteken. En dan komt er een vlammetje uit. We gaan het biologielokaal uit. Dan zijn we hier weer bij het binnenterrein. En we konden daar ook naar beneden toe. We gaan hier even de gang door, zodat jullie ook de rest van de ronde kunnen zien. En wat we zo meteen gaan doen is we lopen door die eerste verdieping gang heen. En dan hebben jullie het hele gebouw gezien. En dit is wat we de 100 gang noemen, met allemaal lokalen aan de rechterkant. De binnentuin aan de linkerkant. En dit zijn de lokalen waar vooral de talen worden gegeven. Kun je even binnenkijken. Nou, je raadt het misschien al. Dit is van het vak Engels. Dit zijn nog plekken waar je kunt zitten in de pauze of kunt werken. En we zijn hier weer in het hart van de school. Daar is de aula, de pauzeruimte. Daar kun je zitten als je pauze hebt of staan, de binnentuin, en dat is de Wiede. Dat is ook een plek waar je kunt pauze houden, kunt werken in tussenuren of lekker na schooltijd even kunt blijven hangen.